Nog iemand die een hele leuke vakantie heeft gehad in Benidorm. U gaat dadelijk namelijk kijken naar een klein meisje die geheel onverwacht op het strand de Goedheiligman in eigen persoon ontmoette. Kijk nou toch even. Wie ben ik? Sinterklaas. Ja, en wie ben jij? Nathalie. Wat een mooie stad zeg, wat je daar hebt. Hè? Ben je lief geweest? Echt, ja. Ook wel eens stout. Ben je stout geweest ook? Ja, wat heb je gedaan? Zusje geslaagd. Zusje heb je geslaagd. Oh. Grote zusje. Ja. Oh, en? Sloeg ze terug? Ja. Zou je dat nooit meer doen? Nee. Nee, want Nathalie is heel lief. Je kan ook goed zingen, hè? Ja. Siske de Rat. Siske de Rat. Wij allemaal de kleren. En de kleren. Maar eindelijk in de goot. Kinderen wil niet met me spelen. Ze doen me dat. En wijs me na. Enige die me wat kan schelen. Die is in nood is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Noodhulp was voor me goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schoon zoals wat ze doen. Ik woonde de paas gevaren. Ik mocht niet mee. Ik ben te klaar en ik moet doen. Dat ze terug te zijn. Had ik maar iemand van te houden. Zij zag de armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik was zo verdomd alleen. Vader schreef is altijd weer. Terug is van de zee, dan zegt hij nog eens luister is. Waarom ga je niet met me mee? Ach, ik ben toch maar een kind. Ik kan het niet helemaal alleen. Misschien nog vader een keertje schipper is. Ach, weer, terug is van de zee. Dan zegt hij nog eens luister is. Waarom ga je niet met me mee? Ach, ik ben toch maar een kind. Ik kan het niet. Doe me al alleen, misschien nog wat de schipper is. Als die weer terug is van de zee. Mooi. Prachtig hoor, prachtig. Applaus voor Nathalie. En bij mij de ouders van Nathalie. Helaas was het al bedtijd voor Nathalie en mocht ze vanavond niet bij ons aanwezig zijn. Maar ze mocht wel televisie kijken. Ja hoor. Ik hoop wel dat ze zitten kijken. Dat denk ik wel, ja. Wat kunt u trots zijn op zo'n leuk kindje? Dat zijn we ook, ja. Oh, ik geloof dat wij nog iets anders kenbaar moeten maken hier, want dit kan natuurlijk niet meer, hè? Zullen we die voet even omhoog doen? En ook dit is geen afgesproken werk. Wat is er met u gebeurd? Ik ben gevallen toen ik mijn dochtertjes naar schaatsles bracht. Ja, dat kan ook niet meer op onze leeftijd. Ging u toen ook schaatsen en toen op het ijs alles nee, mis? Nee hoor, gewoon met laarsjes aan in de kleedkamer gevallen. U bent er ernstiger aan toe dan ik, hè? Ik wens u heel veel succes, hoor. Dank u wel. Ik heb eerst voor Nathalie de bananensplit trofee. Ja, dankjewel. Nathalie, die is voor jou, als je zit te kijken. Die nemen mama en papa straks mee naar huis. Dan heb ik ook nog, heel leuk, een briefje van Danny de Munk, geschreven aan Nathalie. Zou u die even voor kunnen lezen? Ja. Ik vind dat je mijn liedje, Ik voel me zo verdomd alleen, prachtig hebt gezongen. Groetjes en felies van Danny de Munk. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Er was op diezelfde dag ook een dame op het strand die absoluut niet wist dat Sinterklaas in de buurt was of bananensplit. En wij ontdekten haar met onze verborgen camera terwijl zij een boekje zat te lezen. Kijk ze maar. En daar zat ze dan helemaal alleen en wij besloten om haar dag wat op te vrolijken. Dus stuurden wij Kilgoor Trout naar haar toe, weer verkleed als ober, om haar een briefje te overhandigen van een stille aanbidder. Excuse me, madam. A gentleman just called me and he gave me this note. Here's a note for you. There you are. No. Sorry. Yes, well, a gentleman called me. I have to give this. Where's the note? Sorry. Thank you. Thank you.
mooiste vrouw op het strand. Een blijk van mijn waardering. Getekend een bewonderaar. PS, ik zit maar een paar stappen van u vandaan. The gentleman asked me to give you this. Here you are. I cannot. The... Not for me? No, I come from Belgium. Ah, but the meneer, you speak Vlaams? No. You speak Vlaams? Je spreekt Vlaams? Ja, ik denk ik spreek. Ja, jawel. Het is zo dat een meneer heeft mij gezegd dit briefje aan u te geven met dit pakje. Dat is het. Ja, ik weet ook niet. Mevrouw, ik kan niks aan doen. Hij heeft mij dat gevraagd. Mevrouw. Bloemen zijn niet voldoende. Ook deze bonbons zijn voor u. Van mij nogmaals. Zeg meneer, wanneer moet u je zeggen waar wie het daar komt? Ja, dat mag niet, mevrouw. Dat mag niet. Dat is mijn verboden. Dat is mijn ten strengste verboden. En een briefje erbij. Dit komt zo bied nog niet met de rekening, hè? Nee. Mevrouw, als u wilt dat ik mezelf kenbaar maak, zwaai dan even. Tot straks, hoop ik. Van mij nogmaals. Het was toch gentil, hè? Oh, dat kan ik geloven. Het was een echte gentleman waar ik rozen van gekregen heb, hè? Ja, oh, wel, ja. Wat voor boekje zat u daar nou te lezen? En dan zo... Rozes in september. Rozes in september. In september, ja. En dit waren rozes in... Ja, het waren rozen in juni. Ah. Josephine?
Ik mag je zeggen, hè? Ja. Toen je daar op het strand zat en al die cadeautjes kreeg, wat voor een man verwachtte je eigenlijk? Een ideale man. Ja, niet te groot, zo. Allee, gelijk ik, hè? Zo, hè? Ah, maar wacht even, moet ik even ja, zien. Zo, hè? Nou, ja. Bruine ogen. Bruin, valt af, ja. Een snor. Oh. Zwarte haren. Ja. En een geblokte t-shirt. Ah, volgens mij, Dat is voor een beetje te jokken nu. Ja. Maar dat is de ideale man. Ja. Ik hoop dat Sinterklaas dat hoort, wat Josephine je zegt. En dat hem zo'n ideale man bij mij in de bus stekt. Ja. Kijk, wat komt daar nou weer? Gentleman sentence voor je. Oh, thank you. Wat staat er over? Bloemen en praline en champagne waren niet voldoende. Hier is uw bananensplit-trofee nogmaals van mij, mevrouw. Wat aardig.